Mijn Romeinse naam is Vespilo en ik ben soldaat op deze toren. En wat doen jullie op deze toren? We voeren hier een leefexperiment uit. We proberen eigenlijk achter te komen hoe Romeinse soldaten op dit soort torens leefden. We weten dus wel hoe ze ongeveer gebouwd waren, maar we weten dus niet hoe ze ingericht waren. En we weten dus ook niet hoe ze precies bemand werden. Dus, en we hebben dus ook geen bronnen voor of ook geen archeologische vondsten die dat kunnen ondersteunen. Het was dan nog een manier om dat nog achter te kunnen komen, het gewoon gaan doen. En waar waren de Romeinen nou echt heel goed in vroeger? Nou, waar de Romeinen vooral sterk in waren, was hun organisatiekracht. En dat blijkt ook deels uit deze torens. Deze torens stonden namelijk, je had castella, dat waren een soort forten langs de Rijn. En tussen die castella stonden deze wachttorens. En mocht er wat aan de hand zijn, konden ze een baken ontsteken op de toren, gewoon een vuurbaken. En dan konden ze dus vanuit de castella, konden ze dan zien dat er wat aan de hand was. Dan konden ze daar de troepen naartoe sturen. Wat eten jullie nu zoal? Vooral heel erg veel vlees. Volgens onze bronnen hadden de Romeinse soldaten een rantsoen van 670 gram rundvlees per dag. Dat is natuurlijk veel meer dan wij vandaag de dag eten. Maar ja, die mannen waren dus vooral de hele dag hard aan het werk, trainen heel veel. Dus dan gaat het vlees wel. Maar nu zijn we het in deze tijd niet gewend, zoveel vlees. Hoe voelt dat in jouw eigen buik? Dat is een goede vraag. Ten eerste, we krijgen het echt niet echt op. Dus we hebben eigenlijk ons rantsoen voor deze week van vlees eigenlijk gehalveerd, zodat we eigenlijk niet zoveel vlees meer weg moeten gooien. Van, ja, het is dan wel een experiment, maar we vinden het ook doodzonde om zeg maar vlees weg te gaan gooien. Je zelf ook wel Romein soldaat willen zijn? Niet heel graag. Nee, toch niet? Toch maar lekker zoals je nu leeft. Ja, ja? Toch liever. Okay. Romeinen die deden het, hun behoefte in de rivier of in de omgeving. Hoe doen jullie dat nu? Als we nog een rivier hadden gehad, hadden we dat zeker gedaan. Dan hadden we het gewoon alles ook op de authentieke manier gedaan. Maar we hebben nu naast de toren staat een gebouwtje voor de buitenschoolse opvang. Daar hebben we dus een toilet en ook een kraantje dat we kunnen gebruiken. Dus ja, dan moet het maar even op die manier. Dat is gewoon een concessie die nodig is. Ja, we kunnen ook in de bosjes gaan poepen, maar er zijn toch genoeg mensen die daar niet tevreden mee zijn. Nee, dat is ook niet echt lekker. We zitten ook voor te kijken waarom we precies acht man praktisch is op de toren. En het idee daarachter is, van onze kant, waarom het acht man waren, is omdat de kleinste eenheid binnen het Romeinse leger, het contubernium, bestond dus uit 8 soldaten. En Romeinse wachtdiensten duurden 3 uur, volgens onze bronnen. En Romeinse wachtdiensten werden nooit alleen gedraaid, voor het geval soldaten slaap kon vallen. Want in slaap vallen stond namelijk de doodstraf, als dat tijdens een wacht gebeurde. Wauw. Ja, vroeger gingen dingen er heel wat harder aan toe. De uitzending zit er helaas weer op. Maar wilt u deze nog eens terugkijken, dan kan dat gelukkig via ons YouTube-kanaal of via onze website. En dan de uittips van deze week. Vandaag begint de Haarse feestweek in Haarzuilens. En vandaag en morgen is het X-Crew Festival in het Maxima Park. En dan heb ik nog een tip voor volgende week zaterdag 24 september. Vinex Goes Healthy in de wijde wereld. Veel plezier, graag tot volgende week. Dag!